In deze video gaan we kijken naar het cable defense system van IQWire. Een goede terrekkabel is natuurlijk hartstikke belangrijk. Je wil voornamelijk een stabiele verbinding en een hele snelle verbinding. Maar je wil natuurlijk ook een kabel hebben die lang meegaat. En laten we eerlijk zeggen elke keer je kabel in en uit de camera drukken geeft op een gegeven moment wel wat wear en tear aan de poort en natuurlijk aan de kabel. Doe je dat voorzichtig is er helemaal niks aan de hand, kun je jaren mee werken. Maar ja, het gebeurt ook wel eens dat iemand bijvoorbeeld op je kabel gaat staan in de studio. Je loopt en dan hoor je echt die snak aan je camera. En dan denk je: oei jeetje, en vaak gaat het goed, maar ja, soms ook niet. En daarom is het handig dat we in de kabels zogenaamde breekpunten maken. En nou, wat is een breekpunt? Een breekpunt is een punt waar als er spanning op staat, dat de kabel loslaat. Denk bijvoorbeeld aan dit: We hebben hier een klein boksje. Daar gaat een kabel in. Op het moment dat iemand nu op mijn kabel staat, kijk. En nu is mijn camera is helemaal veilig. En ook mijn kabel is helemaal veilig. En op het moment dat we hem weer verbinden, drukken we hem gewoon weer in, klik en we hebben meteen weer verbinding. Nou is het natuurlijk ook handig om de kabel aan de camera zo muurvast mogelijk te zetten. Helemaal als je een breekpunt hebt. Nou daar hebben we ook een helemaal nieuw systeem voor. We hebben natuurlijk nog steeds ons eigen kabelblok. Maar het nadeel van de kabelblok is een beetje dat je hem wel elke keer los en vast moet schroeven. Nou, laat nou zeggen dat in het geval van bijvoorbeeld mij, ik geef een seminar op mijn beurs en ik moet heel snel van de ene locatie naar de andere locatie. En ik wil eigenlijk liever niet mijn kabels losmaken. Nou, dan kan ik natuurlijk heel simpel dit doen. En ik loop van de ene locatie naar de andere locatie. Maar ja, het kan ook wel eens gebeuren dat je zegt van hé, hey, ik heb op dit moment een 10 meter kabel nodig. Maar ik geef nu een demo ergens en ik heb nu maar een 5 meter kabel nodig. Ja, dan moet je normaal natuurlijk die Arcamount losschroeven. Maar dat hoeft niet meer. Let eens op. Ik kan nu gewoon deze lostrekken. Ik druk hier een knopje in. En op dit moment heb ik gewoon de hele module eruit. En de Arcamount zit er gewoon nog in. Ik kom op mijn locatie. Ik pak gewoon weer het schuifje. Ik zet hem erin. En op dit moment klik. En ik zet de kabel erin. En ik ben klaar. En op dit moment natuurlijk moet ik hem ook eventjes in deze weer drukken. Helemaal goed. Nou zul je denken: hé, dat is breekpunt aan de kant van de camera. Helemaal correct. Als je ons Advanced Cable Defense System koopt, dan krijg je daar twee pigtails bij. En deze kun je aan de andere kant van de kabel zetten. En deze gaat dan in je laptop. En daar hebben we natuurlijk ook weer een mooie haakse connector voor al die mooie MacBook Pro's. Zodat het ook daar heel mooi flush aan de zijkant van de MacBook zit. En het werkt natuurlijk ook gewoon op Windows-pc's. Dus, dat is het Cable Defense System. Nou, hoe werkt het? Het is een blokje. En dat zie je hier liggen. Het is heel belangrijk dat je een goede afstand maakt, zodat je zeker weet dat de lus ruimte heeft. Je wilt de lus niet te strak maken, maar je wilt hem natuurlijk ook niet te ruim maken. Nou, je ziet nu dat we hem erin drukken. Je moet hem er behoorlijk indrukken. En omdat je dit maar één keer doet, hoef je daar niet te bang voor te zijn. Maar ga dat niet met je nagel doen. Pak absoluut geen schroevendraaier, maar pak bijvoorbeeld het bottenstukje van een pen. Druk hem voorzichtig erin. En op dit moment, als hij flush zit, pak je de connector. En je zorgt ervoor dat die er helemaal recht op ligt. Het is belangrijk als je dit doet dat je 100% zeker weet dat de kabel helemaal haaks loopt. We willen geen draaiingen in de kabel hebben. Dus leg hem gewoon eerst even op de tafel. Zorg ervoor dat die recht ligt. En dan kunnen we zo inklikken. Oké, okay, we schuiven nu het doosje dicht. En op dit moment is het klaar. Je ziet nu door het raampje de connector, en nu schuiven we de andere connector daarop vast. Je hoort een heel klein tikje en op dat moment weet je dat die muurvast zit. Oftewel, muurvast. Hij kan in ieder geval nu los als het moet. Aan de kant van de camera doen we eigenlijk hetzelfde. We hebben hier de behuizing. Je krijgt bij elk Camera Defense System krijg je twee van deze modules. Je schuift de kabel er doorheen. Wederom, zorg ervoor dat hij helemaal netjes flus erin ligt. Gebruik weer het bottenpuntje van een pen en zorg ervoor dat hij netjes langs de camera loopt. Ik raad aan om hem de eerste keer niet helemaal vast te zetten en gewoon even te kijken wanneer die netjes langs de camera loopt. Als je bijvoorbeeld naar mijn camera kijkt, dan zie je dat ik een heel klein lusje hier overhoud en dan loopt hij er doorheen. Ik vind dat zelf wat fijner. Je zou er ook voor kunnen zeggen om hem helemaal flus te laten lopen, maar ja, ik vind dit wat fijner. De bedoeling is dat er zo min mogelijk stress op de poort staat. Dus zorg ervoor dat er niet een grote lus is, maar gewoon dat hij netjes recht loopt. Als je de kabel er netjes uit wil halen, gebruik dan een klein stukje tape of een van de stickers. En op dat moment kun je de kabel er gewoon netjes uittrekken zonder enig probleem. Dit is een hele goede beveiliging. We hebben nu een beveiliging aan de onderkant. We hebben een beveiliging hier omdat de connector wat kleiner is. We hebben een breekpunt aan de camerakant en natuurlijk een breekpunt aan de computerkant. Je zou kunnen zeggen veiliger kan niet. Ja, op de een of andere manier zijn jullie heel creatief en kunnen jullie nog steeds poorten en kabels kapot maken. Dus we hadden zoiets van laten we ook nog een extra oplossing doen. En dat is eigenlijk in de vorm van deze: deze bevestig je aan onze Arca Connect. Je zet hem hier neer en zoals je ziet, nu beschermt hij de poort en de connector. Jammer genoeg op de Sony A7R5 met grip werkt dat niet. We hebben wel een versie voor bijvoorbeeld de Fuji en natuurlijk ook voor de Sony's als je geen grip gebruikt. Want dan werkt het wel. En dan heb je dus zowel de connector als de poort als het klepje beschermd. En wil je dus een goede kabel hebben die snel is en gericht is op de moderne camera's en de moderne eisen? En je wil ook een defense hebben waarmee je zeker weet dat je kabel, de camera en je laptop gewoon goed beschermd is? Kijk dan naar IQ Wire. Leverbaar via onze website of de geselecteerde dealer.